Dit jaar heeft het Grachtenfestival als thema Dichter bij de muziek. En een van die dichters uit vroeger tijden is Gerbrand Adriaanszoon Brederoo. En dit jaar is het ook nog eens 400 jaar geleden dat hij zijn laatste adem in Amsterdam uitblies. En nieuw leven wordt geblazen in een van zijn bekendste werken, dat is De Klucht van de Koe. Het toneelstuk werd een opera. En met de makers van die nieuwe productie zit ik hier aan tafel. Welkom bij Talent Boven Water.